Nou, ik vond het zo mooi dat de heer Van Baarle daarbij gaf. Hè. De heer De Jonge doet zich voor als de barmhartige Samaritaan. Dat vond ik wel mooi. Ik was benieuwd of de heer De Jong wat hij van die kwalificatie vindt. Hè. Barmhartig zal hem wellicht aanspreken. Misschien niet op alle onderdelen, maar dat Samaritaan zijnde. Dus de vreemdeling die goed doet. Nou, het is de heer Leon, ik voel me hier inderdaad af en toe inderdaad een vreemdeling. En waarom? Omdat ik soms het idee heb dat ik echt in een totaal andere wereld leef dan die van CDA bijvoorbeeld. Barmhartig zouden we moeten zijn. En ik denk dat CDA inderdaad daar wat meer die betekenis wat serieuzer zou mogen nemen. Want als we zien naar het aantal moties wat ingediend zijn over bijvoorbeeld bestaanszekerheid. Laatst heb ik nog een motie ingediend. Of is er nog een motie ingediend? Die vraagt, verzoekt de regering ervoor te zorgen dat geen enkele Nederlander nog honger of kou hoeft te lijden. Dat gaat om bestaanszekerheid. Geen Nederlander nog honger of kou hoeft te lijden. Wat deed het CDA? Stemde tegen. Dat heeft niets met barmhartigheid te maken. Dus het lijkt me ook onverstandig van het CDA om nou net de partij te zijn die een andere partij die probeert op te komen voor deze mensen, daar voorstellen voor doet, koopkrachtvoorstellen voor doet, dat het precies CDA is geweest die het altijd heeft geblokkeerd, om daar dan de discussie over barmhartigheid naar voren te brengen. We zouden zich kapot moeten schamen als CDA. En waarom ik dat raak, is omdat we namelijk nu ook vandaag weer spreken over een situatie van 10.000 huishoudens, dat we zien dat daar eigenlijk een overheid is geweest die daar gigantisch heeft gefaald. Dat we dan vandaag nog steeds een coalitie zien die niet op één lijn zit. Dat we weer zien dat er niet van tevoren eigenlijk is afgesproken met elkaar. Weet je wat, we gaan het debat in en we gaan het gewoon fixen en we gaan het gewoon regelen. CDA had het voortouw kunnen nemen. Maar het enige wat CDA nu vandaag doet, is mooie sier maken. Opperen, er moet meer geld komen. We ondertussen D66 en VVD niet op één lijn hebben gekregen. En uiteindelijk is dan de slachtoffer degene die nu al jarenlang in die problemen heeft gezeten. En dan moet CDA eens een keer mee ophouden. Neem verantwoordelijkheid, zorg ervoor dat die mensen worden geholpen. In plaats van PVV die met voorstellen komt elke keer weg in de weg te zitten. Mevrouw Balland. Ja, voorzitter, dat vraagt natuurlijk wel even om een reactie. Het was niet helemaal de reactie die ik had beoogd. Het is ook niet echt een antwoord op mijn vraag. Maar dan toch, de barmhartigheid. En het feit dat wij als coalitie er niet op één lijn zouden zitten. Volgens mij ligt hier een probleem, zegt de minister. Terecht dat hier kamervragen over zijn gesteld. Het is nog niet opgelost, het moet opgelost worden. Ik ben naar oplossingsroutes aan het kijken en zeggen wij hier, ik heb gezegd geen taken zonder knaken en ik heb collega's gezegd dit moet opgelost worden en laten we kijken wat daarvoor nodig is. En laten we ook daar dan de ruimte voor bieden aan het kabinet om dat te doen. En dat wij tegen een motie hebben gestemd dat niemand in de kou... Kijk, alleen zo'n uitspraak, dat is natuurlijk fantastisch. En dan kunnen we zeggen, goh, wat hebben we dan... Welke steen hebben wij dan verlegd in de rivier in Nederland? Als we zo'n motie aannemen, het maakbaarheidsgedachte wat hierachter zit, dat niemand ellende kan overkomen of dat de overheid niet alles kan oplossen... daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dat laat onverlet dat er een opdracht ligt die wij voelen als CDA, maar die volgens mij ook het kabinet voelt, om werk te maken van bestaanszekerheid, om het beter te doen, om oplossingen te creëren voor de mensen die nu tussen wal en schip vallen. En dat vraagt tijd en dat lossen we niet op met een losse motie. Er mag niemand, ook maar wat voor ellende dan ook, overkomen. Daarmee hebben we geen oplossingen, echte oplossingen geboden. Ja, voorzitter, ik hoorde geen vraag, maar uiteraard mag de heer Leon De Jong daarop reageren. Hartstikke bedankt. Voorzitter, het is echt schandalig. Ik heb tientallen moties, ik heb ze hier bij me, van het CDA. Die gewoon tegenstemt, tegen koopkrachtpakket, die ervoor moet zorgen dat de inflatie echt adequaat wordt opgelost. Tegen de oproep van de PVV om ervoor te zorgen dat mensen die de afgelopen jaren hun kachel hebben uitgezet tijdens de winter, dat die mensen niet moeten worden gestraft door ze de toegang tot een energie... noodfonds te ontzeggen. Het CDA is gewoon tegen. Ik kan er tientallen moties voor opnoemen. Inflatiemoties, koopkrachtmoties, bestaanszekerheidsmoties, motie nu die aangeeft, zorg ervoor dat mensen niet in de kou of in de armoede kunnen zitten. Het CDA stemt de hele tijd tegen. Dat heeft niks met maakbaarheid te maken, dat heeft met beleid te maken. CDA kiest ervoor om wel een pot van 100 miljard euro aan klimaat- en stikstofvrij te maken, maar ondertussen de mensen die het echt nodig hebben, keihard in de steek te laten. En dat is schandalig. Het is echt schandalig. Ik ga het u toezeggen dat al die moties die in de afgelopen jaren dat ik Kamerlid was, die gingen over bestaanszekerheid, die gingen over koopkracht, die ga ik u allemaal toesturen. En ik verwacht erop een adequaat antwoord dan behalve maakbaarheid onzin. Maar... U laat die mensen keihard in de steek en dat is een grof schandaal. Dat zeg ik natuurlijk niet tegen de voorzitter, maar tegen mevrouw Pallant die alleen maar mooie sier maakt, ondertussen de mensen keihard in de steek laat.